Ja, Jan Bongers, de trainer van de KCC. Jullie staan tweede in de hoofdklasse en jullie verliezen van een middenmotor uit de eerste klasse met 24-23. Is dat een blamage? Ik vind van wel. Ja, eens. Kan niets anders zeggen, vind ik ook. Ik kan hier niet tevreden over zijn en een blamage. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat ging er heel veel niet goed bij KCC, maar wat was het belangrijkste wat niet goed ging? Nou, je ziet dat met name deze avond wedstrijd is voor ons lastig. Falto volle bak. Wij niet scherp. Het zie je met name verdedigende druk. De fases van wedstrijden was goed en dan zie je dat je wegloopt. En daarna is die druk nooit meer goed geweest. En je doet het niet samen, dus dan ben je aangeschoten wild. Je doet het niet samen, zeg je? Nee, dat valt mij op dat we te weinig samen. Je moet zo hoge druk, je moet je voorverdedigen. Zij kunnen toch relatief makkelijk tot hun kansen komen en dat was niet de bedoeling. Fases gezien dat ze niet tot hun kansen kwamen, ja, dat was de doelstelling. Jullie hebben de afgelopen 2 jaar die finale gehaald, hè? Ook een keer gewonnen. Ja, ik neem aan, het waren altijd mooie finales. Je had hem graag nog een keer gehaald. Ja, ik speelde het voor de winst. Dat mogen bekend zijn. Ik had graag de finale gespeeld en ik kwam hier naartoe. Ik wist dat het volle bak zou zijn. Dat Falto erg naar deze wedstrijd had uitgekeken. De jongens ook verteld. Maar ja, goed. Ik weet het niet. Misschien leeft het niet. Ik vind het hartstikke leuk. Maar normaal gesproken ben jij een coach die heel erg meeleeft langs de lijn. Hè? Ja. Nu wel eens wel aan het gillen is, maar je was ook een beetje timide vandaag. Nou ja, ik heb op een gegeven moment wel de tweede helft wel ingegrepen, gewisseld. In de rust ingegrepen, of tenminste in ieder geval getracht in te grijpen. En misschien verbaal niet zo heel erg aanwezig, dat kan. Nou, dat zou kunnen. Maar dat het duidelijk was dat je deze wedstrijd graag wilde winnen, dat is duidelijk, hè? Ja, nee, zeker. Ik wil deze wedstrijd heel graag winnen. Dan zou er misschien een IJssel-derby uitkomen, Nieuwekerk, KC. En dat is voor KC altijd een mooi affiche, volgens mij. Dus ik ben teleurgesteld. Ja. Nu neem je dit mee naar de competitie, denk je? Of denk je, nou, donderdag is even goed met elkaar praten, een keertje boos worden misschien. En dan zal het wel meevallen in de competitie. Ja, dit leeft niet. Dat leeft helemaal niet. Donderdag is gewoon neuzen gaan in de richting van Ofo, de aanstaande tegenstander. En dit wordt heel snel vergeten. Dit leeft niet bij mijn spelers, denk ik. Bij mij meer. Ja, serieus. Ja. Ja, ze wilden wel winnen, maar het lukte gewoon niet vandaag. Ja, dat is een feit. Natuurlijk zullen ze ongetwijfeld de winst willen hebben behalen. Maar dan denk ik wel dat we aan een ander vaartje hadden moeten tappen met z'n allen. Ja. Dat hebben we niet gedaan. Een ontketend Falto toch wel, denk ik. Ja. Misschien, ik denk dat wij wel op sommige fronten zijn we gewoon overklast vandaag. Klaar. Ja, dat is gek, door een eerste klasse. Nou, het is eigenlijk gek dat deze eerste klasse, ik ken het niveau van de eerste klasse niet eerlijk gezegd, maar dat deze eerste klasse niet hoger staat. Ik vind het een behoorlijke eerste klasse, moet ik zeggen. Als ze zo iedere wedstrijd spelen, zou je toch verwachten dat ze bovenin draaien. Jouw Achilles, of het Achilles uit jouw geliefde Den Haag is net even wat beter. Oké, nou, dat zou kunnen. Ik heb geen idee hoor, ik volg dat niet. Ik begrijp dat Gerald daar speelt, nou ja, prima. Kan. Ja, zwaar.